VVV thuis tegen Jong FC Utrecht. VVV dat 3 van de 4 wedstrijden won, alleen verloor thuis van PEC Zwolle. En Jong Utrecht heeft zich deze week ook versterkt met Daan Huisman. Hij wordt gehuurd van Vitesse. Speelt op de plek achter de spitsen Sven Brake en Nick Venema. Venema die ze ook nog wel kennen bij Jong FC Utrecht natuurlijk. Hier de eerste kans voor de thuisploeg. Het schot is van Tijmen Verheijen. Die verhuisd is naar de positie links op het middenveld. Ook Rick Kruis, de trainer van VVV, kent nog wel wat mensen bij Utrecht natuurlijk. En ziet hier hoe zijn ploeg op voorsprong komt. Het is een prima goal. De debutant Daan Huisman met een heerlijk steekpaasje op Sven Brake. En dan is het 1-0 voor VVV. Dreigt te schieten, maar heeft dan al gezien dat Brake gaat. Het is geen buitenspel. En dan die bal knap ingeschoten achter Fabian de Keizer. Goede start is opnieuw van de thuisploeg. Dat al won dit seizoen van Almere, De Graafschap en Top Os. En Jong Utrecht krijgt toch wel degelijk ook zo af en toe kansen. Met hier Lotin, de Fransman. Lotin zoekt de ruimte met rechts. Maar het schot is eigenlijk zwak. En recht op doelman Lucas Sima af. Vijf spelers mochten vertrekken deze week bij Jong Utrecht. Waaronder Ryan El Azrak en Ayan Selouf. Beide contracten zijn ontbonden. Maar er lopen nog genoeg goede voetballers rond natuurlijk bij Utrecht. Zoals hier Eliano Reinders. Daar de bal naar Eerstelingen. Die gaat toch onderuit. Dit lijkt me toch een overtreding van Simon Jansen. Maar scheidsrechter Eichelsheim laat doorspelen. Kalasic kan dat niet geloven. Nog maar eens kijken. Juliani Eersteling. Ja, er is toch contact. Dit is toch een overtreding. Maar er komt geen strafschop. En dus nog steeds 1-0 voor VVV. Als we ondertussen in de tweede helft aanbeland zijn. Lotin, de Fransman van Utrecht, opnieuw de bal heeft. Nou, die wordt niet echt aangepakt. Dit is een lekker steekpaasje op de Japaner Ikeshita. En daar is de 1-1. Van dichtbij die bal binnengetikt door Christopher Manenghi. Scoorde voor het laatst in augustus 2019. Vraagt hij al om de bal. En ja, met zijn linkervoet heeft hij genoeg ruimte om daar die bal achter Zima te leggen. 1-1, dan dus de stand. Hier een gevaarlijke kopbal. En een goede redding dus van Fabian de Keizer, die, zo werd vandaag bekend, bij de voorselectie zit van Jong Oranje. Dit is de man van de kopbal, Kees de Boer. Ikeshita, ja, wordt daar van de bal afgezet. Dat mag allemaal. Huisman afleggen en dan het schot. Zo is de thuisploeg gevaarlijker en gevaarlijker. In dit geval via de invaller Roemer. Dat was de man die voor de komst van Huisman vaak achter de spitsen speelde. Rick Kruis heeft dus met die komst van Huisman ook nu wat meer mogelijkheden. Vorig seizoen won trouwens Jong FC Utrecht hier met 2-1. Nu staat het 1-1. En is hier Jong Utrecht opnieuw dichtbij een treffer, zeg. Linden Edhard, de invaller, nog maar 16 jaar. En bij de tweede paal ook die andere invaller nog, deze Dion Versluis. Die had hem er ook wel in kunnen leggen. Venema, bal kwijt. Daar gaat Utrecht weer. Versluis. Er is wat ruimte nu. Versluis wil zijn actie maken. Krijgt die bal toch nog voor. En daar het schot. En de redding van Zima. Het schot van Sanchez Fernandez. Zo blijft het wel een boeiende wedstrijd. Maar is de voornaamste vraag. Komt er nog een winnaar hier? Wordt Sven Brake onderuit getrokken. Het publiek met een strafschop. Naar de actie van Vertrouwd. Maar die strafschop komt er niet. Want we wisten al van eerder in deze wedstrijd. Dat scheidsrechter Eichelsheim niet zo van de strafschoppen geven is vandaag. In de extra tijd dan. Dit is geen overtreding schijnbaar. En zo knokt VVV zich weer in balbezit. Lange actie van Johansson, de invaller. Dan gaan we naar de buitenkant. Komt er een lage voorzet, maar die komt niet voor het doel. Voorzet van Yassar. De hoekschop dan. Dik in blessuretijd. En daar is alsnog de winnende treffer. Koglin scoort. Vorige week was het Venema die de winnende scoorde in blessuretijd bij Os. Nu Koglin in eigen huis in de 93ste minuut. Weer flikt VVV het in de extra tijd. En weer winnen ze dus. Dit keer van Jong Utrecht met 2-1.